En van harte, goeiedag. Welkom bij deze live uitzending vanuit het kantoor van dokter Supersat. We zijn bij Derma. En niet zomaar, want de afgelopen tijden is er een stijging geconstateerd wanneer het gaat om seksuele overdraagbare aandoeningen. En we zijn hier natuurlijk op de eerste plaats om jullie informatie te geven, maar preventie is heel belangrijk. Dus ik neem aan dat we heel wat tips zullen krijgen van dokter Supersat. Hoe om te gaan met al deze zaken. Maar de informatie is belangrijk, want er gebeuren heel wat zaken. Hoe gaat het met u, dokter? Fijn dat wij bij u mogen zijn. Ik heb het bericht gezien en ik dacht bij mezelf, deze trend moeten we op een of andere manier weten te stuiten. En als je de informatie brengt, dan weten mensen ook van, ik moet oppassen. Overdraagbare aandoeningen, seksuele overdraagbare aandoeningen. Er is een stijging. Dat klopt. We zien vooral het afgelopen jaar een verschrikkelijke stijging van geslachtsziekten. Mm-hmm. In het bijzonder de nummer 1 geslachtsziekte van de wereld, dat is chlamydia. Nummer 2 is druiper en dat zien we echt stijgen. Maar wat we ook zien is syfilis. Die is eigenlijk een hele oude, mm-hmm. die vaak alleen maar onder mannen, die seksueel met mannen te zien waren. Maar nu zien we het al over de place. Na COVID is er iets gebeurd waardoor het nu bij alle mannen en vrouwen voorkomt. En we zien echt een enorme stijging. We zien 2 tot 3 tot soms zelfs 10 keer zoveel gevallen per week dan we zouden zien een jaar geleden. Per week? Als je het vergelijkt is het veel meer dan vorig jaar. Als we vorig jaar 2 tot 3 gevallen hadden. In een maand, dan kunnen we in 1 maand kunnen we nu gewoon 15 tot 20 zien. Wauw, waaraan kan het liggen? Als je een geslachtsziekte hebt, als je het ziet bij zwangere vrouwen, dan is het onbeschermde seks. Ja. Dus het is seks zonder condoom met niet alleen je vaste partner, maar met een ander ook, want anders kan het zich niet verspreiden. Ja. Dus iedereen weet wel dat je condoom moet gebruiken om te voorkomen dat je geslachtsziekte krijgt. Maar op het moment zelf gebeurt het niet, of gebruikt men het condoom niet. En dan krijg je dus overdragen van seksueel overdraagbare aandoeningen. Ja, ja. Maar ik heb gelezen, een beetje gelezen over wat er allemaal is gebeurd. En je hebt momenten waar jullie heel veel gevallen hebben gehad. Kun je praten over die momenten? Nou, het is een beetje analyseren. Als we die grafieken bekijken bijvoorbeeld van de gevallen die we hebben gezien afgelopen jaar, als we het vergelijken met het jaar daarvoor, zien we bijvoorbeeld dat het jaar daarvoor was er geen wandelmars. Maar afgelopen jaar was er wel een wandelmars en dan zie je vlak daarna een piek. Na wandelmars dus? Na de wandelmars. Maar ook na de grote vakantie zagen we een piek. Na de paasvakantie zagen we een piek. En vlak bij kerst was het even rustig, maar na kerst zagen we weer een piek. Dus met andere woorden kunnen we concluderen dat tijdens deze activiteiten mensen veel zijn gaan seksen. Onveilig. Onbeschermd, ja. Onveilig zijn gaan seksen. Ja. Oh. En als die mensen dus naar binnen komen, wat is het eerste wat u doet? Wanneer ze binnenkomen hier? Je probeert mensen natuurlijk een gevoel van vertrouwen te geven. Mensen moeten beseffen dat als je hier komt, dat jouw tori hier blijft. Mm-hmm. Ten tweede, je vraagt ze wat zijn hun klachten en dan probeer je ze gewoon te helpen ermee. Als ze geen verzekering hebben, gaan ze op een gegeven moment wel voor de medicijnen moeten betalen. Maar wij kijken wel gratis of je een geslachtsziekte hebt of niet. Mm-hmm. En we geven ze ook nog de gelegenheid om een aantal condooms mee te nemen om te voorkomen voor een volgende keer. Ja, maar hoe gevaarlijk zijn deze ziektes? Misschien kunt u iets daarover zeggen. Je hebt gevaar en gevaar. Kijk, je hebt geslachtsziektes, je wordt behandeld en mm-hmm. je hebt het nooit meer. Mm-hmm. Als je daarna voorzichtig bent. Ja. Maar je hebt ook geslachtsziektes. Ja, als je het eenmaal hebt, bijvoorbeeld een herpes, die kan wondjes geven aan de geslachtsdelen, die kunnen komen en gaan. Dan ben je er voor de rest van je leven aan vast. Je kan ook genitale wratten krijgen als je het eenmaal hebt, heel moeilijk om weg te krijgen. En dat zijn van die onzichtbare dingen. Je hebt mensen die het tonen, maar je hebt ook mensen die het dragen en je merkt nooit dat ze het hebben, maar ze kunnen het wel overdragen. Dragen, ja. Dus dat zijn geslachtsziektes die je eigenlijk voor je leven hebt. Dan heb je nog weer andere die zodanig ontsteking kunnen geven van je geslachtsorganen. Bijvoorbeeld je eileiders bij de vrouwen of de plasbuis of de teelballen bij de mannen, de ballen van de mannen, dat je daarna onvruchtbaar wordt.
En dat is dan ook voor de rest van je leven, dan is het dan klaar. Ja, ja. Daarnaast kan je natuurlijk ook HIV krijgen en dan zit je tegenwoordig levenslang aan medicijnen. Inderdaad, inderdaad. Maar hoe kunnen mensen vroegtijdig zien dat ze deze ziektes hebben? Hoe kunnen ze dat identificeren? Oké, je kan ze in drie categorieën kan je ze indelen. Eén categorie is de mensen die branden bij plassen hebben of afscheiding. Dus er komt iets uit hun geslachtsdeel, bijvoorbeeld bij die mannen, bij die druipen komt er geel pus uit. En het brandt verschrikkelijk als peper, dat is echt, dat kan je niet missen. Dat is bijvoorbeeld bij druipen, dat is ook bij chlamydia zo. Maar je kan ook hebben dat je wondjes hebt. Bij syfilis bijvoorbeeld in het eerste stadium kan je een wondje hebben en het geneest gewoon. En dat is een zeldzame geslachtsziekte die wondjes geeft die verschrikkelijk pijn doen. Nou, dan ga je zeker naar de dokter. Ja. En dan kan je ook nog die brandjes hebben en die blaasjes kan je ook nog hebben. Dus als je die zijn de grote drie categorieën die er zijn. Ja, en dus dan moet je dus direct de arts raadplegen, zeg. Ja, de arts raadplegen. Bij ons mag je altijd vrijblijvend binnenlopen. Mensen denken vaak dat we alleen maar zoapolie zijn. Maar 2/3 van onze patiënten komt gewoon voor huidaandoeningen hier. Ja. Maar een deel van onze patiënten die komt voor geslachtsziekten. Dus het is niet zo dat iedereen meteen gaat denken, je komt hier voor de geslachtsziekten. Want dan dacht ik over derma, weet je, daar kom je voor. Onder andere, We doen dat ook. We waren vroeger een lepra-poli en toen hadden we zoiets van derma. Alleen lepra-patiënten, maar nu zien we lepra-patiënten ook een geslachtsziekte-patiënten. Maar het grootste deel van onze patiënten komt voor een crascratie, voor een eczeem, voor een hoofdschimmel of een kale plek of zo. Het grootste deel van onze patiënten komt voor andere aandoeningen. Dus je komt niet alleen maar voor geslachtsziekte bij derma, maar je bent welkom. Ja. We kunnen gratis voor je kijken of je het hebt. Afhankelijk van je verzekering kunnen we dan een recept voor je voorschrijven om je te behandelen. Maar als je geen verzekering hebt, dan ga je zelf bij de apotheek om medicijnen te kopen. Wanneer het gaat om deze ziektes, toch welke leeftijden, binnen welke leeftijden heb je het meest? Wat we noemen de geslachtsrijpe leeftijd. Meestal zie je dus tussen de 15 en de 40 jaar. Dat zien we de meeste mensen in. Maar de laatste tijd zien we toch wel een heleboel jongeren. We hebben vaker nu een case waarbij een jonge persoon van misschien 16 jaar HIV met herpes en syfilis binnenkomt. Alle drie. Meteen, en HIV meteen, hè. Dus dan is het schrikbarend. Ja, dit ja. Heb ik in de 25 jaar dat ik hier werk, heb ik zoveel van deze cases niet gezien. Echt jonge mensen. Heel veel jonge mensen waarbij je afvraagt, ik bedoel, 2 zijn al genoeg om je helemaal te shocken, natuurlijk. Dus het is meer dan ik gewend ben te zien. Maar het is een trend waarbij je afvraagt, kijk, we zien de piek van de ijsberg. Je ziet als het ware degene die dubbel pech hebben gehad. Want als je seks hebt, krijg je niet altijd een geslachtsziekte, maar je hebt het gehad. Als je dan de piek begint al breder te worden, dan begrijp je wat daaronder allemaal gebeurt. Mm-hmm. Een heleboel mensen hebben onbeschermde seks. Ze beseffen niet helemaal dat het zulke grote consequenties kan hebben. Ja, maar ik denk bij mezelf, hè, het onbeschermd seks krijgen. Je weet ervan, want ik heb midwing, Monak Panya. Als ze hier bij u zijn, wat zeggen ze? En vraagt u ook van waarom u het doet, weet je, en al die zaken? Wel, in mijn jaren die ik hier werk, heeft mensen altijd op dat moment zoiets van, ja, ik was een beetje te grof bezig, condoom is gebost, ze bijna allemaal, condoom is gebost, is gescheurd en allerlei dingen. Condooms zijn vrij stevig. Ik moet je eerlijk zeggen, door de jaren heen geloof ik niet alles wat ze zeggen. Ik denk dat iedereen wel weet dat je condoom voorop moet dichtdrukken en rustig moet afrollen. Maar als het gebost is, kan het dus niet... Het bost alleen als je dat voorste stukje niet afdrukt voordat je hem afrolt. Mm-hmm. Dus ik weet niet wat er precies gaande is, maar al jaren heeft me precies hetzelfde verhaal. Te grove seks enzovoort. Yeah. Maar het is gewoon zo... Als je je condoom, je moet het natuurlijk niet 2-3 keer achter elkaar gaan gebruiken. Het probleem is wel dat condooms duur zijn. Oké. Okay. De condooms heb ik begrepen laatst van ons team dat de gemiddeld goedkoop condoom is iets van 30 SED. Maar veel Chinezen verkopen alleen Durex en die schijnt rond de 180 SED te zijn. Dus ik kan me voorstellen dat men meteen denkt van hé, oh nee, laat dat ding. Maar je moet 3 keer nadenken. Ja, 180 SRD in je leven. Dat is 1. Maar wij verstrekken ook wel gratis condooms. Oké. Hier nog? Ja. Maar dan niet een hele doos natuurlijk. Maar je kan een aantal krijgen
als de noodhulp is. Maar die taboe is er nog, dat iemand gewoon stapt en zegt van, ik heb condooms nodig. Als je zo vrij bent om de dingen te doen, zo moet je zo vrij zijn, vind ik, om die verantwoordelijkheid erin te dragen. We zullen je niet nawijzen. Ja. We zullen juist zeggen, hey, good job. Ja, fijn dat je verantwoordelijk bezig bent. En je hebt van die jonge mensen die zeggen dat van, zonder condoom is het lekkerder en al die zaken. Proberen jullie mensen ook bewust te maken van, dat is het niet? Of je kan niet uit iemands persoonlijke ervaring komen, ja. Of ze het lekkerder vinden of niet. Maar je kan ze wel uitleggen, zeggen van, de consequenties zijn heel erg groot. Dus ik zou maar even die pina nemen, want zoveel pina is het ook weer niet achteraf gezien. Ja. Misschien moeten we meer mannen en vrouwen, mannen hebben die naar voren komen en zeggen van, hey, het valt mee hoor met een condoom voor de koop. Ja, waarschijnlijk die... Ik ben geen man, ik kan dat soort Nee, maar het zou best wel goed zijn om een soort van awareness op gang te brengen, toch? Ja. Dat mensen weten van, waarschijnlijk met condoom kan het ook heel maar lekker zijn. Maar wat een ander punt daarin zou kunnen zijn, zeg van, fijn, doe het zonder condoom, maar doe het wel met je vaste partner. Ja. En dan niet met anderen. Ja, precies. Als je zorgt dat je beide safe bent, dan kan je die onbeschermde seks hebben. Maar op het moment dat je naar buiten gaat of iets anders gaat doen, dan moet je wel voor de verantwoordelijkheid zeker, kunnen staan. Zeker. Dan moet die andere persoon maar niet zo kieskeurig zijn om dat zo te doen. Jij moet op dat moment toch je verantwoordelijkheid naar je vaste partner en je gezin misschien trekken en zeggen van, laat me het liever niet doen. Wat de verantwoordelijkheid betreft, moeten we het leggen op bijvoorbeeld de overheid, of moeten we zeggen, dit is echt een persoonlijk iets. You must suffer you go om. Of zegt u van, er moet meer voorlichting komen. Ik denk beide, maar weet je, heb je die persoon voor je en je vraagt die persoon, weet je dat het een condoom kan helpen? Weten ze dat allemaal. Dus ga die voorlichting helpen, want iedereen weet dat ze een condoom moeten gebruiken. Toch? Mm-hmm. Het is niet dat ding, zeg maar, wat is een condoom? Hoe gebruik je het? Iedereen weet het al, dus dat is niks nieuws. Dus dat stukje voorlichting gaat volgens mij niet zoveel helpen. Maar dat stukje verantwoordelijkheid dat moet groeien. Ik ben er nog niet uit hoe je dat moet stimuleren. Ja. Bij een persoon. Want ook al geef je mij een voorlichting, iedereen weet dat je iets kan krijgen. Wat denk jij? Tuurlijk. Ik denk dat de gemiddelde persoon echt wel beseft dat als je onbeschermde seks hebt, dat je allerlei dingen kan krijgen. Ja, inderdaad. Dus ik weet niet of die boodschap... En het staat niet geschreven hier. Helemaal niet. De persoon kan dingen hebben die persoon niet eens merkt. Maar psakba. Dat is HIV toch? Ja, ja. Die persoon kan jarenlang gewoon gezond doorleven en die persoon merkt het niet. En die heeft het en die weet het? Die weet het niet. Je weet het niet, want je hele lichaam kan het nog aan. Pas wanneer je weerstand vermindert, dan ga je denken. Ja, ja. Hoe moeten wij met deze informatie omgaan? Wat denkt u? Ik denk dat de jongeren echt wel moeten gaan beseffen. Eigenlijk iedereen, elk van ons moet even beseffen. Zeg van, het is de moeite waard om je aandacht te besteden op het moment dat je buiten je normale relaties gaat. Ik weet niet of mensen kunnen... Ik kan mensen niet zeggen wat ze wel of niet moeten doen. Maar ga je buiten je veilige omstandigheid beschermen. Iets dat ook speelt, hè? Het komt op in mij, want u zegt u moet een condoom gebruiken, maar kan het alleen via penetreren gebeuren als mensen andere dingen doen, zoals mensen doen, pijpen, beffen, allerlei dingen, kunnen mensen dus dan ook besmet raken? Ja, zeker weten. Maar daarvoor moet je dus, bij pijpen kan je ook een condoom gebruiken. Want veel mensen beseffen niet dat je ook een druipen via orale seks kan krijgen. Mm. Even hard. Dat is nog steeds overdracht van vocht. Ja. En de mensen hebben dan druipen in de keel. Dat kan heel goed. Beffen, het hangt er vanaf. Je kan ook een herpes krijgen door orale seks. Maar daarvoor zijn er ook beflapjes. Ja. Of, maar die is niet hier te krijgen. U praat over beflapjes. Ik bedoel, je krijgt het. Wat about dat plastic waarmee je fruit kan dichtmaken? Dat is een. Kan je goed met dat doen? Dat kan ook gebruikt worden. Maar die heb je niet bij de hand, toch? Bezin. Even zakje doen, Dori. Ja, ja. Ren naar de keuken.
Nee, ik zeg die dingen gewoon keihard, omdat ik vind persoonlijk dat wanneer we informatie geven, we gewoon duidelijk moeten zijn dat er gebeft wordt, mensen pijpen elkaar en... Dat heeft ook risico. Dat heeft ook risico. Je kan ook besmet raken met al die dingen die ze doen. Dus het is niet alleen condoom gebruiken. Ja, het is condoom gebruiken, maar het is vooral... Kijk, als je binnen een je vaste relatie blijft, dan ben je vaak safe. Ja. Dat is eigenlijk het ere eten van het ding. Ja. Maar zodra je er buiten gaat, zorg dat je je beschermt. Ja, inderdaad. En dan kan het inderdaad, je kan je plastic folie gebruiken, je kan... een condoom is natuurlijk beter voor een penis. Wrap zetten eroverheen, nee, dat niet. Wat ben ik ook gebruikt? Wat plastic? Laat het zo zeggen. Dat lijkt me ongemakkelijk en onveilig. Ja. Iemand schrijft, zeg hier, Jerry, vraag voor me hoe lang het duurt voordat je iets krijgt. Dat hangt van persoon tot persoon af. Ja. Wanneer je HIV-positief bent, hoef je eigenlijk tegenwoordig, krijgt iedereen remmers, hoef je die aids niet eens te gaan ontwikkelen. Want aids wil zeggen, je weerstand dropt. Ja. Wanneer je weerstand dropt, dan krijg je auto-immuundeficiëntie-syndroom. Mm. Dat wil zeggen, je lichaam kan niet meer vechten tegen bepaalde ziekten. Mm-hmm. Maar als je je remmers gebruikt en je houdt aan een gezonde situatie, gezond eten en gezond leven... En niet steeds weer verschillende HIV-virussen oplopen. Want dat kan ook. Je kan het voor de tweede keer. Er zijn verschillende strains, hè? Dus als je door blijft gaan, dan kan je verschillende strains krijgen. Dus het is niet zo dat als je het een keertje krijgt, dat je die er al is en je hoeft geen tweede te krijgen, dus. Er zijn. Zoals ik het begrepen, is niet mijn vak, eerlijk gezegd. Ja. Infectiologie is niet echt mijn vak. Mm-hmm. Maar er zijn verschillende strains en het schijnt dat het toch wel ingewikkelder kan worden. Ja, ja. Nu dat we de cijfers hebben, het is schrikbarend, de informatie is er, verwacht u dat men dus dan nu gaat opletten? Ik hoop dat op deze Valentijnsdag dat mensen twee keer nadenken als... En vooral vandaag? Ja, vooral vandaag, als ze buiten hun vaste relatie andere handelingen plegen, dat ze dat beschermen doen. Ja, wat is uw boodschap tot slot? De boodschap tot slot is, bezin erge begint nog steeds. Als je gaat seks gaat hebben, bedenk even dat het een respectvolle daad moet zijn. Ja. En respect voor je partner, maar als je met iemand anders gaat, respect voor je vaste partner, doe het beschermd. Het beste is om één partner vast te houden. Dat lijkt me het veiligste. Ja. Want dan kan je normaal seks hebben. Ja, inderdaad. We gaan het blijven volgen. Dankjewel dokter voor de informatie. En als er iets is, dan maken we weer contact. Een duidelijke uitleg van dokter Supersat hier bij Derma. Waar we dus dan gesproken hebben over de seksuele overdraagbare aandoeningen. Het is schrikbarend. Ik denk dat de boodschap helder is. Denk aan jezelf, denk aan je leven. Doe het met één partner. Maar als je toch ervoor kiest om daar buiten te gaan. Condoom, beflapjes. Dan komt het goed. We gaan eruit. Ik ben Gerald Haderwijk. Mede namens Roberto Orskerk zijn we dus dan later met meer nieuws op deze Valentijndag. Tot dan.